Hi, boogschutter. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscopen van de Mandelaan. Natuurlijk de allerbeste wensen voor jou ook. En ik hoop dat het een supermooi jaar mag worden. Deze week is voor week nummer 1. En dat is van maandag 4 januari tot en met zondag 10 januari. Er staan de kaarten kijken om te kijken wat er voor de boogschutter deze week staat te wachten. Dan lijkt het boogschutter alsof deze week een beetje begint met een stukje waarvan je je wat aangevallen kan voelen. Alsof je zoiets hebt van, nou, ik zie er eigenlijk geen heil meer in. Ik weet niet hoe we dit op moeten gaan lossen. En eigenlijk lijkt het dat helemaal niet te zijn. Ik heb het idee dat er ineens heel veel liefde komt, heel veel warmte komt, heel veel aandacht komt. En dan lijkt eigenlijk het hele probleem gewoon helemaal ineens verdwenen te zijn. Alsof er iets samensmelt, alsof er iets gebeurt waardoor je denkt van, wat was dat nu eigenlijk? Waarom maakt hij me daar zo zorgen om? En kan het eigenlijk zo makkelijk opgelost gaan worden? Al met al is het dus een heerlijke week om goed bij je eigen gevoel te blijven en laat die liefde lekker stromen. Hè? Dus op het moment ook dat je even dat stuk hebt of wat moeilijk is, laat je gewoon horen en volg je eigen gevoel, want het gaat je echt ergens brengen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.